Hallo, mijn naam is Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het maandag 18 maart 2024 en dit is filmpje nummer 132. Ik ga je vertellen over mijn handwerkperikelen van de afgelopen week. En die zijn heel leuk en ik had net ook een drama. Dus het, de uiterste. Nou, een drama is misschien een beetje zwaar. Ik hou wel van een beetje overdrijven. Ik heb iets af. Ik heb het nog niet aan, dat ga ik zo meteen doen. Maar mijn laudervest is af. Ik heb nog iets half af. Een sok. En die wil ik ook graag even aan je laten zien. En ik heb, ik wil je wat vertellen over het blauwe konijn. Waar ik heel snel aan ga beginnen. Oké. Ja, mijn laudervest, dat is echt wel mijn hoogtepuntje van dit filmpje, denk ik. Ik heb een testnet gedaan voor Rebecca van de Creabea podcast. En ik heb hem zojuist van het blokmatje afgehaald. Hij is eigenlijk heel eerlijk gezegd nog een klein beetje nat. Maar het kan wel. Het is niet echt nat, maar vochtig. Als ik mijn breiwerk blok, dan laat ik het liefst een nachtje in een teltje met water en eukalan staan. En de volgende dag gooi ik het dan in de centrifuge, maximaal 600 toeren. Of ik doe eigenlijk altijd 600 toeren. En dan leg ik het op mijn hele fancy blokmatjes, waar je niks van ziet, omdat ik er toch ook nog een plastic zak overheen doe. Laat ik het drogen. En dat heb ik gisteren dus halverwege de ochtend gedaan. Nou, misschien een beetje aan het eind van de ochtend. En het is net niet droog, maar wel droog genoeg om het aan te trekken. Dus dat ga ik even doen. En terwijl ik dat doe, heb ik alvast een stukje voor je gefilmd over mijn heerlijk handwerk half uurtjes drama deze ochtend. Oké, tot zo. Goedemorgen, het is maandagochtend. Nog best wel vroeg, het is iets over 8. Mijn man en de kinderen zijn net de deur uit en ik wil graag even iets met je delen over... Over een haakdrama van deze ochtend. Ik begin mijn ochtend altijd met een heerlijk handwerk half uurtje. Althans, nee, niet, ik begin hem niet helemaal. Ik heb een vrij strakke ochtendroutine waar ik heel lekker op ga. Waar ik heel erg blij van word. En waar ik dus eigenlijk ook redelijk enthousiast mijn bed voor uitspring. Ik begin altijd met mezelf helemaal klaarmaken voor de dag. En dan op doordeweekse dagen... Vul ik bakjes met fruit voor het ontbijt van mijn kinderen. De een eet dat met kwark, de andere met pap, havermoutpap, de ander los. Ligt een beetje aan hoeveel tijd ze nog over hebben. Ik vul ook trommeltjes. Ik smeer geen brood voor ze, maar ik stop wel altijd paprika of fruit in het onderste bakje. Ik zet koffie en thee. En als ik dat gedaan heb, dan plof ik altijd lekker hier neer. Dit is mijn plekje aan de keukentafel. En met een kop koffie ga ik dan heerlijk beginnen aan mijn heerlijk handwerk half uurtje. Dat is echt mijn lievelingsmoment. Nou, één van mijn lievelingsmomenten van de dag. Ik heb heel veel lievelingsmomenten. En ik vind dat ook echt een van de grootste cadeautjes die ik aan mezelf kan geven. Zo vroeg mogelijk op de dag al beginnen met een handwerkje. Vroeger stelde ik dat uit en dan moest ik van mezelf eerst een aantal klusjes doen voordat ik aan handwerken begon. Want ja, er is altijd zoveel te doen. En toen realiseerde ik me dat dat eigenlijk toch heel gek is. Dat je jezelf eerst moet belonen met dingen die niet zo fijn zijn om te doen. Om dan vervolgens eventjes iets leuks te kunnen doen. Toen dacht ik, nee, dat is helemaal niet nodig. Dat is veel te streng, onnodig streng. Dus ik begin mijn dag... met iets leuks. Maar vanmorgen was het niet zo leuk. Ik heb ook altijd een speciaal werkje voor mijn heerlijk handwerk half uurtje. En nu is dat mijn praagdeken die hier ligt. Daar heb ik al meer over verteld in mijn filmpjes. Maar aan dit werkje werk ik in principe alleen in de ochtend. Heel soms maak ik een kleine uitzondering. Maar in principe niet. Want het maakt het ook fijn. Het is fijn om een speciaal werkje te hebben voor dat half uurtje in de ochtend. Zodat het ook speciaal blijft. Als ik er de hele dag door aan zou werken, dan zou het zijn bijzondere gevoel verliezen. En dan voelt het weer anders. Wat heb ik nou de afgelopen week gedaan? Ik pak even mijn mand erbij. Ik heb heel veel verschillende kleurtjes. 23 om precies te zijn.
En mijn deken bestaat uit grote vierkanten en kleine vierkanten. En ik begon eigenlijk mijn deken zonder de kleuren te plannen. Ik baseerde ze op de kleurencombinaties van de huisjes en gebouwen die we in Praag en omgeving hebben gezien. Maar ik merkte dat ik vaak terugviel op dezelfde kleurencombinaties. Dus ik begon met de kleine vierkantjes om die wat meer georganiseerd te verdelen. Dus dan ging ik van alle kleuren eerst het middelste vierkantje en daarna de tweede kleur en vervolgens de derde. Zodat ik naast een gebalanceerde kleurenverdeling ook goed uitkom met mijn garen. Dat niet het ene bolletje al veel sneller op is dan de andere. Uiteindelijk besloot ik om dat ook voor de middelste vierkanten te doen, de grote. Dus ik heb vierkanten gehaakt en dan leg ik al de bolletjes hier in de vensterbank. En dan ik ben begonnen met het middelste stuk van elk vierkantje. En vervolgens heb ik op elk vierkantje wel weer een bolletje gelegd voor de tweede kleur. En ik was nu klaar bij de derde kleur en daar had ik heel veel zin in, want dat betekende dat ik deze in mijn mandje kon leggen en dat ik weer echt aan mijn deken kon gaan haken. Dit is ja, alvast voorbereiding, maar nu kon de deken weer gaan groeien. En ik zit hier nu te haken, of dat straks zat ik te haken en ik dacht, hé, hij komt niet uit. Ik weet niet zeker of je dat goed kan zien. Oh, wacht even. Ik kan wel even mijn camera draaien. Nou, zoals je misschien wel kunt zien, kom ik hier een stokjesgroepje tekort. Ik haak ze as you go aan elkaar. En dat ging hier eigenlijk allemaal wel prima. En nou zie ik trouwens ook waarom dat prima ging. Ik heb er eentje vergeten. Ik heb er een overgeslagen. Ik snapte het al niet. En hier kwam ik niet uit. En toen dacht ik, hè, dat is vervelend. Maar ik snapte het ook niet, omdat ik hier dus wel uitgekomen was. Maar inmiddels heb ik daar dat ontdekt. En toen dacht ik, wat is het nou en hoe kan dat nou? Dus toen heb ik het uitgehaald en opnieuw. En toen dacht ik, oh. Bij de grote vierkanten moet kleur 2 twee toeren hebben in plaats van 1. Bij de kleintjes heeft hij maar 1 toer, maar bij de grote heeft hij 2 toeren. En dat ben ik dus vergeten. Bij al die vierkanten, heb ik maar 1 toer van de tweede kleur eromheen gehaakt. Maar het moeten er 2 zijn. Deze vierkanten zijn namelijk 10 toeren, 7 van kleur 1, 2 van kleur 2 en 1 van kleur 3. Dat maakt samen 10. En dat ben ik vergeten. Dus dat betekent, het is geen ramp hoor, ik kan het makkelijk aanpassen. Maar dat betekent wel dat ik extra draadjes heb om weg te werken. Gelukkig vind ik dat heel leuk. Gewoon doen alsof. Dus ik kan nog niet aan mijn deken gaan werken. Ik moet deze uithalen en dan moet ik eerst een extra toer van al deze bolletjes om al deze vierkantjes heen haken. Ja. Dat was eventjes, het was even drama, maar kan er ook wel stiekem een beetje om lachen. Een ezel stoot zijn neus niet meerdere malen, maar Sarah wel. Oké, ik ga de bolletjes opnieuw sorteren. Ik ga alles weer netjes klaarleggen in de vensterbank. Ook leuk om te doen. Ik heb hem aan.
Ik ga. Oh, ik heb hem echt net 1 minuut aan. Ik heb nog helemaal niet. Ik liet het filmpje gewoon doorlopen. Dat ga ik straks allemaal even knippen. En dan ga ik dat andere filmpje ertussen plakken. Maar ik heb de camera aan laten staan. Dus dat maakt dat ik een klein beetje haast had om hier terug te gaan zitten. En dat ik minder lang in de spiegel heb gekeken dan ik eigenlijk zou willen. Want dat is toch altijd wel een heel lekker momentje. Dat je een afgerond breiwerk of haakwerk aantrekt. Het eerste moment. En dat het dan heel fijn is. Ja. Het is heel fijn. Oh, en ik kan mezelf niet zien nou. Ik ga heel even staan. Ik weet niet hoeveel je dan kunt zien. Ik denk dat ik straks even een filmpje ga maken. In de brandgang. op een trouwe fotospot. Sarah is blij. Oh, ik ben zo enthousiast dat ik even niet weet waar ik moet beginnen. De Lauderfest. Lauder is een patroon van Rebecca, van de Crea Bea podcast, Rebecca Klo. En ik kan je alvast vertellen dat het patroon aanstaande vrijdag uitkomt. Ik heb een testknit voor haar gedaan. Ik ben heel gevoelig voor de testknits van Rebecca. Ik vind haar patronen zo leuk. Ik vind het echt fantastisch. En zo ook dit patroon. Die kabels, daar werd ik direct verliefd op. En het leuke aan de patronen van Rebecca is dat ze zeer uitgebreid zijn. Het Lauder patroon ook. Ik heb de Spencer gebreid, Lauder vest. Dat vind ik altijd een beetje verwarrend. In het Engels is vest een Spencer. Je hebt ook slip over. Maar het woord Spencer gebruiken ze eigenlijk niet voor dit kledingstuk. Dus de Lauder vest is de Spencer. Maar je kunt ook een trui breien, de Lauder sweater. En een vest, de Lauder cardigan. Met lange mouwen, zonder mouwen, met een ronde hals of met een V-hals. Er zijn dus eindeloos veel variaties. Het is zelfs zo, en daar heb ik heel erg over getwijfeld, dat je ook de Spencer, dus mouwloos, als vestje kunt breien. En ik wilde dat eigenlijk, want het lijkt me echt een ideaal kledingstuk voor deze tijd van het jaar. Maar toen ik op het punt was dat ik daarover moest beslissen, ben ik toch voor de gemakkelijkste optie gegaan. Ik moest dan namelijk het andere patroon opzoeken en ik wilde toen gewoon doorbreien. En ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan, want ik wil het allebei, denk ik. Het is echt, hij zit echt heerlijk. Hij past echt heel erg goed. Ja, oh nee, ik ga niet nog een keer staan. Ik weet helemaal niet of dat goed in beeld is namelijk. Ik heb gebreid met dit garen. Ik heb nog een onaangebroken bolletje. Het is een patroon voor een DK weight garen. En ik heb gebreid met Ulrika Natour van Swarta Varet. En deze bolletjes heb ik gekocht. Ja, ik denk al 1,5, 2 jaar geleden. Nee, niet zo lang. Zeker 1 jaar geleden. Bij Etna.nl. En ik was hier vooral verliefd op de kleur. Vond ik echt fantastisch. Dit is kleur 006. Ik denk dat dit chestnut is. Als ik me goed herinner van mijn Revelry pagina. Daar stond dat bij. En het mooie vind ik aan deze kleur dat het een beetje heathered is. Je ziet van alles er doorheen. Ik weet niet. Het is niet effen bruin. Ja. Ik weet heel eerlijk gezegd niet of dit een... er staat op pure wool. Ik weet niet of het een superwash of een non-superwash wolletje is. Qua hoe het voelt, doet het me heel erg denken aan de Peer Gynt van Sandnes. Ik vond het een heel fijn garen om mee te breien. Ook die kabels. Ik heb natuurlijk nog geen idee hoe het blijft. Het is altijd... En hoe het draagt, dat komt later. ik heb een beetje over. Ja, en wat losse draadjes, denk ik. En ik twijfel even. Ik heb inmiddels een zakje met allemaal DK wol van projecten waar ik de laatste tijd aan gewerkt heb. En ik kan me voorstellen dat dat ooit een heel mooi kleurwerk vest of trui gaat worden. Ik kan me ook voorstellen dat ik hier een haarband van ga breien. Maar daar heb ik nog niet over besloten. En ik denk ook niet dat ik dat heel snel ga doen. Sowieso wollen haarbanden in het voorjaar vind ik nooit zo prettig. Want dan gaat het toch een beetje kriebelen. Als ik het warm heb, heb ik altijd last van de kriebel van wol. Oké, even denken. Waar zal ik beginnen? Ik heb gebreid maat 1
Dit is het patroon, althans het testpatroon, dus dat is dan nog niet helemaal klaar. En maat 1 heeft een finished bust size van 87,5 centimeter. Ik heb net gemeten en bij mij, ik dacht 87,5 centimeter. Ik denk altijd dat ik borstomtrek 90 centimeter heb. Daar baseer ik mijn keuze voor de maat altijd op. Maar ik moet toch nog eens even rond gaan kijken. Want dit, ja, dit zit echt vrij ruim. En die van mij is denk ik smaller dan 87,5 centimeter. Ik had wel de juiste steekverhouding. Toen ik net gemeten heb, gewoon enkel, was die van mij 42 centimeter in de breedte. Dus dat betekent 84 rondom. Ja, dan zit daar misschien ook nog wel een klein beetje speling zo aan de zijkanten wat je niet meet. Maar 87,5 red ik niet. Ik heb dezelfde naalden gebruikt als dat Rebecca suggereerde. Zij is zij breidt los, een relaxed knitter. Dat ben ik ook. Dus ik had een dunne naald nodig en dat kwam goed uit. Ik ben begonnen met naald 3,25 mm voor de kabels. En het eerste stukje brei je heen en weer. Je breidt eerst het achterpand, vervolgens brei je het linker voorpand en het rechter voorpand. En uiteindelijk ga je in het rond breien. Toen ben ik één naaldje omhoog gegaan naar 3,5 mm. Als ik in het rond brei, brei ik vaak nog net iets strakker dan wanneer ik heen en weer brei. Omdat je veel minder averechte steken hebt. Dus dat is eigenlijk wat ik meestal doe. En dat heeft goed uitgepakt. Ik heb mijn steekverhouding niet opgemeten verder. Maar ik vind het heel mooi hoe het geworden is. En je moet altijd een beetje opletten, kabels die doen altijd dit. En dan ga je blokken en dan doe je een beetje dat. Dan gaat het weer naar buiten, dan gaan die kabels zo mooi open. En dat is ook wel echt gebeurd. De kabels, ik heb gebreid met mijn metalen naalden, met een reden. Het is echt een puinhoop in mijn project bag. Ik ga later deze week ga ik opruimen en dan ga ik alles weer op de juiste plek bewaren. Maar ik heb gebreid met mijn metalen naaldpunten, omdat ik de kabels graag zonder kabelnaald wilde breien. Dat gaat prima met dit patroon. Ik had dat nog niet. Ik had dat af en toe wel een beetje geprobeerd, maar meestal gebruik ik een DPN voor mijn kabels. Het hangt een beetje van af hoeveel steken je moet kabelen. Maar bij deze kabels hoef je steeds maar 2 steekjes te kabelen. En dat gaat echt heel makkelijk zonder kabelnaald. En je moet het ook echt heel vaak doen. Dus als het dan klaar is, dan kan je het heel erg goed. maar en ik kan me voorstellen als je met een heel glad garen breidt, dat het misschien een beetje spannender is. Maar met dit garen is dat echt, het ging niet één keer mis, zeg maar. Dus dat werkte echt prima. Dat vond ik fijn dat ik dat nu ook tot aan een breispierballenlijstje kan toevoegen. Kabelen zonder kabelnaald. Ik vond het wel dus fijner om met de metalen naaldpunten te breien. Omdat die net een beetje, ja, dat hout, mijn bamboe naalden, die zijn net een beetje ronder. En hier, ja, kon ik net wat beter insteken. En buiten dat, die bamboe naalden heb ik vooral om netjes te breien. Maar dit is helemaal geen gladde stof, dus ja, dan maakt het ook niet zoveel uit. Dan zie je dat toch niet. Ik heb voor mijn rib, ben ik uiteindelijk echt naar 2,25 mm gegaan. Omdat 1x1 rib blijft bij mij heel slordig. Ik heb dat vorige week ook al verteld. Toen heb ik allerlei tips onder mijn filmpje van vorige week gekregen. Toen ging het over de trui van mijn nichtje. Ik heb die nog niet bekeken, maar ik heb ze wel bewaard. En toen, ik was eigenlijk wel oké met mijn 1x1 rib. Dat dan een beetje losser was en dat ik dansende steekjes had. Maar toen ik dus al die tips las en linkjes naar tutorials zag, dacht ik, misschien is het toch de bedoeling dat ik me er nog een beetje in ga verdiepen. Nu is dat nooit zo aan de orde geweest, omdat ik echt een hele grote diepe liefde heb voor 2x2 rib. 2 recht, 2 averecht. Maar ja, ik weet niet, er is iets aan het veranderen. Vooral die bind-off, daar ga ik zo meer over vertellen. Het is grappig, er is iets aan het veranderen. Ik vind 2x2 rib nog steeds echt heel erg mooi. Maar ja, ik weet niet. De 1x1 rib is de laatste tijd wat ik de hele tijd doe. Zo grappig, ja. Dus nu, aangezien ik dat nu vaker doe, is het misschien toch een goed idee om me te verdiepen in wat netter te breien. Dat heb ik ook bij de onderkant dus gedaan. De makkelijkste tip namelijk die ik hoorde, ga ik toch even staan, was je rib binnenste buiten breien. Dus dat heb ik gedaan met een soort van short row actie.
ben ik die binnenste buiten gaan breien. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo heel veel verschil zag tussen de binnenkant en de buitenkant. Maar ik vond het wel allebei heel netjes. Dus misschien, ik was wel overigens vergeten dat ik een short row had gemaakt. Ik deed dus zeg maar de draad dan naar achteren. Want je moet dan, als je je werk keert, ga je de andere kant opbreien. Dus dan zit je draad aan de verkeerde kant. Dus door hetzelfde te doen als wat je bij een short row doet, komt je draad aan de goede kant. Maar dan heb je dus zo'n double stitch. Dat was ik vergeten aan het einde van mijn tour. Toen dacht ik, huh? Wat heb ik hier nou een extra omslag gedaan? En toen had ik hem van mijn naald gehaald. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar nooit je German short row stitch, je double stitch van je naald halen. Want dan, ja, Sarah snapt het dan in ieder geval niet meer. Maar ik had ook geen zin om het uit te halen, om het helemaal terug te breien. Dus ik heb een beetje weggemoffeld, zeg maar. En dat was prima. Dat ging, het was toch de overgang van kabel naar rib. Ik kon daar best een beetje smokkelen. Waar ik over getwijfeld heb, maar wat ik niet heb gedaan, is minderen in de tour voordat ik aan mijn rib begon. Dat vertelde ik ook vorige week. Dat bij een trui, dat ik eigenlijk ja, toch wel mezelf wil aanleren om een aantal steekjes te minderen, zodat de boord een beetje naar binnen valt. Het stond niet in dit patroon. Het was een testknit. Ik twijfelde. Uiteindelijk deed ik het niet omdat het een testknit was. En ik was blij dat ik het niet gedaan had. Want toch de overgang van de kabels in de rib is toch mooier dan wanneer er hier in die toer nog minderingen hadden gezeten. Nou loopt het toch wat mooier door. En het is niet dat de rib wijder is, dat die uitwaaiert. Misschien ook omdat ik echt zoveel naalden naar beneden was gegaan. Het heeft goed uitgepakt. Ik heb ook aan de onderkant de Soon Bind-off gedaan. Dat is heel grappig. Ik had daar nooit zoveel mee. Nou, het enige wat ik misschien ermee had was een beetje aversie ertegen. Ik vond maar zo'n gedoetje met je naald. En nou ja, een tijdje geleden was ik helemaal into de crochet bind-off met een haaknaald. Maar toch, ik weet niet precies. Ik kan even het moment niet terughalen wanneer het is gebeurd. Maar toch, ja, ging ik die bind-off ineens met andere ogen bekijken en vond ik hem heel erg leuk. Dus hieronder heb ik het gedaan. Ik had het niet gedaan bij de armschaatsen en bij de V-as. Ik vind bij de V-as, vind ik het altijd zo mooi. En dan moet ik heel dicht bij de camera. Ik moet even spieken hoor. Nee, dat lukt niet. Als het zo, die steekjes zo erop liggen. Dat vind ik heel erg mooi. En dat wilde ik graag bij mijn V-as. En ook wilde ik, die is wat strakker die bind-off. Dat is een gewone bind-off. Je breidt een steekje en dan haal je hem over. Maar wat ik zeker niet wil, is dat het hier gaat lubberen en golven. Dus die bind-off wilde ik daar. Die had ik ook gedaan bij de boorden van de armschaten. En daar zat wel een beetje zo, dat ik dacht, ja, is eigenlijk net te strak. Ik was een beetje bang. Ik heb 1 centimetertje langer gebreid dan het patroon, zei ik. Ik was een beetje bang dat het te dicht onder mijn oksels zou zitten. En ik heb het idee dat het nu precies goed is. 1 centimeter langer. Alleen de bind-off was nog een beetje strak. Dus die heb ik uitgehaald. En daar heb ik ook de Zoom bind-off gedaan. Nu had ik hem alleen maar uitgehaald. En meteen was ik die Zoom bind-off gaan doen. Misschien had ik nog 1 toertje erbij moeten breien. Ik weet niet zeker. Het is oké. Maar ik dacht even van, oh ja, als ik de gewone bind-off, dan brei je de steek eerst nog. Dus dan komt er nog net een heel klein beetje bij. Maar het is prima. De central decrease stitch in het midden ging ook best goed. Ik heb hem best wel heel erg diep gedaan. Maar ja, dat kwam omdat ik de boord hier, ik heb het patroon gevolgd. De boord hier kloppend wilde hebben. Ja, het is oké, denk ik. Maar het viel me wel op dat dit best wel groot was. Best wel diep. Wat ik verder opvallend vind is, dat had ik ook al bij de Arctic Light Sweater van Kutovakika, dat je die kabels, je meerdert, dus dat je die kabels zo laat begint. En voor mijn gevoel had ik hier al best wel een keertje zo'n kabeltje kunnen maken aan 1 kant. Dan heb je nog niet genoeg steken voor de volledige kabel. Maar nu loopt het al zo lang rechtdoor, hier ook. Dat was ook bij dat andere patroon. En het is natuurlijk, je moet ook wel een beetje stof hebben om te kunnen kabelen, anders trek je het misschien de verkeerde kant op. Dus ik denk dat dat de reden is waarom dat niet gebeurt. Maar mijn gevoel zegt eigenlijk dat dat mooier is. Dus misschien ga ik dat gewoon een keer proberen. Om er dan wellicht achter te komen dat ze heel bewust hiervoor gekozen hebben. Maar ik moet dat toch even zelf ervaren. Ik vind dat, lijkt me mooier namelijk. Wat ik heel leuk vind aan dit patroon. Ja, ik kan mezelf dus niet zien. Dus ik moet een beetje zo. Dat is eigenlijk wel jammer. Want dan vergeet ik misschien dingen te vertellen. Die meerderingen. En die vind ik vooral heel erg mooi bij de V-hals.
je meerdert en dan loopt zo'n kabeltje helemaal mooi langs. En hierachter op mijn schouders, je breidt geen short rows, maar om dat model te krijgen, loopt die kabel daar ook. En dat vind ik echt, echt een heel mooi subtiel detail aan dit patroon. Ik heb mijn handwerkboek goed bijgewerkt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... mijn handwerkboek staat een beetje op een laag pitje. Wij waren echt hele innige geliefden. Maar op een of andere manier zijn we een beetje uit elkaar gegroeid. En ik weet wel hoe dat komt. Als je eenmaal stopt met iets aandacht geven, dan wordt de afstand groter. Dus hoe heet het? Oh! Ja, ik zie nu ook... Ik dacht dat ik nog geen pagina had gemaakt, maar dat heb ik wel gedaan. Dus die is nu hier leeg. Het is een beetje rommelig geworden. En het is gewoon niet helemaal af en niet helemaal klaar. En waar het een beetje op blijft hangen, zijn de foto's. Normaal gesproken drukte ik mijn foto's altijd af. En die plakte ik dan in mijn handwerkboek. Maar dat deed ik dan één keer per jaar of zo. Ik wilde ze ook wel eens uitprinten. Maar dat, wij hebben thuis alleen maar een hele goedkope zwart-wit printer. En dan moest ik dat altijd aan iemand anders vragen om die fotootjes uit te printen. En dan sowieso moest ik ze vanuit mijn foto's naar een Word documentje. Oh ja, echt. Dat vind ik dus allemaal zonde van mijn tijd. En toen kwam de printer, de fotoprinter. Toen had ik bedacht dat ik dat wilde. Of niet, ik twijfelde. Dat realiseerde ik me gisteren. Bij twijfel nooit doen, dan wil je het niet echt. het leek me zo makkelijk dat je dan een foto maakt van je werkje. En dat je dat in direct via je telefoon kunt printen. En dat je dan direct met een sticker in je handwerkboek kunt plakken. Ik heb nog niet definitief besloten of ik het nou wel of niet wil. Maar ik bedacht me gisteren ineens, dat ik het ook heel erg leuk vind om tekeningetjes erbij te maken. Dus laat ik dat dan maar doen. Kabels tekenen is heel erg moeilijk. Ik heb zelfs op Pinterest gezocht naar hoe je gebreide kabels tekent. Ik ben geen goede tekenaar. Maar ik hou wel heel erg van tekenen. Ik denk dat dat in mijn geval ook echt iets is wat ik zou moeten oefenen. En als ik het zou oefenen, dan zou ik er steeds beter in worden. Maar ik teken eigenlijk bijna nooit. Behalve heel soms in mijn handwerkboek. Ik vind het wel heel fijn om te doen. Dus toen dacht ik, ja, weet je wat? Ik ga dat gewoon weer even oppakken. Ik ga gewoon weer die tekeningetjes maken. Kijk, ik heb de laatste paar keer heb ik ze dan steeds gedaan zonder in te kleuren. Maar ik heb ook bijvoorbeeld wel... Kan ik dit laten zien? Ja, dit was zo'n truitje wat ik vorig jaar... Ik word wel heel gelukkig van zo'n tekeningetje. En mijn handwerkboek is imperfect. Dus ook de tekeningen hoeven niet perfect. Nu... ging ik dus kabels tekenen en ik was op Pinterest naar plaatjes aan het zoeken. En dan zag ik allemaal van die mooie tekeningetjes, echt super knus, met een beetje soort aquarel ingekleurd. En wij hebben aquarelpotloden, dus ik dacht, ik ga ook aquarellen. Nou, dat ik heel erg mijn best had gedaan op die kabels. Dacht ik, nou, misschien kan ik het dan leuk met een beetje aquarel invullen. Dat had ik gedaan. Ik was heerlijk bezig. Ik hou daarvan. Een beetje zo. Ik vond het heel fijn. Toen had ik het op mijn bureau laten drogen. Ik was al wel tot de conclusie gekomen dat ik dat volgende keer misschien beter op een los papier kan doen. Wat ik dan in mijn handwerkboek plak. Want anders ziet de achterkant er zo uit. Maar ik was eigenlijk... Ja, het was mijn pen waarmee ik had getekend liep een beetje uit. Maar toch, ik was lekker bezig geweest. Dus ik was blij. En toen vroeg mijn man gisteren. Mijn boek lag dus er. Hij zegt, heb jij thee over je handwerkboek heen laten gaan? Ik zei thee. En toen dacht ik, oh, hij ziet mijn tekening. En eerst dacht ik dat hij een grapje maakte, dat hij me aan het plagen was. Omdat het, ja, het is wel een beetje knullig aquarel. Maar hij was bloedserieus. Nee, ik heb gewoon lekker zitten schilderen, schat. Ja, nou ja, maar ik zal het laten zien. Dan begrijp je denk ik wat hij bedoelde. Alsof mijn thee erover was gegaan. En ik maar denken dat hij me in de maling nam. Ja. Nou ja, zoals je ziet is dat niet helemaal goed gelukt. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb er een hoop bij geschreven. Even kijken of ik nog iets vergeten ben om met jullie te vertellen, om met jullie te delen nu. Ja, ik heb 262 gram gebruikt voor mijn Spencer. Ik vind het altijd fijn om een kledingstuk te wegen als het helemaal af is. Natuurlijk kun je bijhouden hoeveel bolletjes je gebruikt. Maar het totale gewicht meten vind ik ook wel fijn. Ook om een beetje... te weten hoeveel ik nodig heb voor een bepaald soort kledingstuk. Het was ook, volgens mij zei het patroon ook dat ik 6 bolletjes nodig had.
Het patroon zei 545 meter. Oh ja, ik kan op mijn Revelry nou precies zien hoeveel meter. Volgens mij was één bolletje 90 meter. 100, 100. Dus dan had ik inderdaad 545 meter, had ik ook 6 bollen nodig, 5,5. Nou, dat is wel goed uitgekomen. Ik heb er inderdaad iets meer dan 5,5 gebruikt. Dus dat is fijn. En ik vind het dan fijn, ik hoop dan dat ooit ergens in mijn hoofd blijft plakken dat ik weet, oké, ik heb 6 bolletjes nodig voor een Spencer en dat. Verder heb ik bijna alles verteld. Ik ben begonnen op 20 februari en ik heb hem op 16 maart afgemaakt. Oh ja, de lengte, daar wil ik nog wel wat over vertellen. De lengte, ik heb niet meer naar het patroon gekeken. Bij mij is de lengte, inclusief de rib, tot aan het onderste stukje van de rib is 30 centimeter. En ik heb deze Spencer heel bewust voor op mijn rokken gemaakt. Ik heb heel veel linnen rokken. 2 winterrokken en 3 zomerrokken. En de laatste tijd heb ik gemerkt dat als ik echt iets kort maak voor op mijn jurk, dan is het wel echt te kort voor op mijn rok. Dan, ja, dat is niet zo mooi. Dus ik dacht, deze wil ik echt op mijn rok kunnen dragen. Dus ik heb 1 truitje wat ik heel fijn vind om te dragen met korte mouwen. Wat ik vorige week, toen het zo mooi weer was, voor het eerst weer aankon, heb ik gebruikt. En ik heb heel goed gemeten. De lengte is ook echt precies goed. Hij is prima voor op mijn rokken. Het flubbigt een beetje zo. Dit is hoe ik het fijn vind. Ik kan zelfs nog, als ik dat wil... Ja, dat is eigenlijk een beetje te hip van mij. Dat zie ik altijd iedereen doen. Inclusief mijn kinderen. Dat je het dan zo in je dingen doet. Maar ik weet niet. Dat, ja. Ik vind het wel leuk. Maar ja, ik denk er niet altijd aan. Wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Ik had nog iets over de lengte. Oh ja, ja, ja. Ik had een jurk aan toen die klaar was. En toen heb ik ook gemerkt, als je dan dit doet, dan kan het ook best, zeg maar. Ik kan me voorstellen, dan mis je natuurlijk de boord. En de vraag is of het goed blijft zitten. Maar ik dacht, als ik nou een jurk aan heb, dan heb ik niks om het in te stoppen. Maar ik wil een warm laagje. En het is echt te lang voor op mijn jurk. Dat staat niet mooi dan. Maar dan kan ik de boord naar binnen vouwen. En dan is die alsnog een beetje korter. Kijk, dit is ook het probleem. Dit is mijn ideale jurklengte. Maar dan zie je dat dit... Ja, niet fijn is. Dus ik denk dat ik hem ook nog wel kan dragen op een jurk. En je zou dat zelfs nog met een steekmarkeertje of zo op een paar plekjes vast kunnen zetten. Zodat je zeker weet dat het blijft zitten. En dan kan je toch op allebei dragen. Dus dat vond ik ook een fijn idee. Want ik kan me echt voorstellen dat het een heerlijk laagje is. Ik heb de enige spencer... Nee, dat is niet waar. Ik heb of hele dunne spencertjes. Oh, mijn buik rommelt. Ja, ik heb vandaag een beetje andere volgorde van opnemen. Ik had zo'n zin om een Spencer aan te trekken en om gewoon aan de slag te gaan. Dat ik heel vroeg aan het opnemen ben, maar daar heb ik nog niet ontbeten. En daar is mijn buik het nu even niet mee eens. Het is bijna 9:50 is het. Normaal gesproken ga ik altijd eerst mijn stofzuigen en de was doen en wandelen en dan filmen. Maar ik wilde vandaag, ik had en heel veel zin om te filmen en ik wilde graag een keertje beneden zitten. En daar moest ik het een beetje omdraaien. Maar goed... Ik hoop niet dat er al te veel geluidsoverlast is. Mijn buik is daar namelijk nogal goed in. Is het dan je darm of je maag? Is je maag die knort? Maar hoe kan je maag zoveel geluid maken? Dat vind ik heel raar. Ja, oké. Okay. Even denken, nou ben ik mijn eigen verhaallijntje kwijt. Ik had het ook. Oh ja, een Spencer. Dat zo fijn is. Ik heb er in sokkenwolletjes heb ik Spencers. En in alle Vos Lopi. Dus echt in een dikke garen heb ik een Spencer. En dit is... Ik denk eigenlijk dat ik dit de lievelingsdikte vind. De DK weight. Ja, dat is echt heel fijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat ik dus nog eentje ga maken. Ik vind hem echt heel lekker dragen. Ik kan me ook voorstellen dat ik dan een beetje ga spelen met of de kabels... Of dat ik niet met kabels doe, maar met een ander steekje. Nou ja, of dat ik gewoon op zoek ga naar nog een ander... Nee, dat ga ik helemaal niet. Ik ga helemaal niet zoeken naar een ander patroon. Nee. Het staat al genoeg op mijn lijstje. Maar het is echt een heel aangenaam en fijn kledingstuk. Mocht je nog nooit kabels hebben gebreid en je bent wel geïnteresseerd in dit patroon... Dan laat je niet afschrikken door de hoeveelheid kabels. Ik denk dat dit een perfect... patroon is om juist het breien van kabels goed in de vingers te krijgen. Kabels breien is niet moeilijk.
Dus mocht jij iemand zijn die dat tegen zichzelf zegt, stop daarmee. Het is even oefenen, het is even wennen. Maar als je op een gegeven moment de slag te pakken hebt, is het echt prima te doen. YouTube staat vol met tutorials hoe je kabels kunt breien zonder kabelnaald. Ik weet niet of er ook een filmpje bij dit patroon zit. Ik denk het eigenlijk niet. Maar cabling without a cable needle, je kan het overal vinden. En je kunt natuurlijk ook, als je het prettig vindt, wel met een kabelnaald kabelen. Het zijn er wel heel veel. Maar dit lijkt me juist een ultiem kabeloefenproject. Omdat je zoveel kabelt. Het zijn maar twee kabels. Je kabelt bijna altijd dezelfde kant op. Een enkele keer, dat is bij deze, doe je de ene kant en de andere kant. En één naald kabel je. En dan brei je een aantal naalden gewoon de steken zoals ze zich voordoen. Dus de meeste recht en af en toe zo'n averechte ertussen. Dus dan kun je weer eventjes bijkomen. Kun je weer even lekker een paar toeren rondbreien. En als er één naald, een beetje opletten dat je moet kabelen. Als je beginnend kabelbreister bent, kan ik je dit patroon wel heel erg aanraden. Omdat het vaak van hetzelfde is. Bijvoorbeeld de Arctic Light die ik laatst gebruikt heb, daar zaten heel veel verschillende kabels in. Als je dat echt graag wil, kan je dat ook als beginnend kabelbreister. Maar deze is makkelijker, omdat er gewoon heel veel herhalingen zijn. Deze kabel vond ik ongeblokt. Wist ik niet zo heel zeker of ik hem zo mooi vond. Dat zag ik ook steeds als Rebecca er iets over deelde. Dacht ik, ja, vind ik dat nou echt een hele mooie kabel. Maar nu die dus geblokt is en uit elkaar getrokken, vind ik hem prachtig. Oké, genoeg over dit, denk ik. Nogmaals, patroon komt vrijdag uit. Ik zou zeggen, ga vast een wolletje zoeken. Nee, je moet ervan houden natuurlijk. Maar ik zat gisteren een stukje van het filmpje van Rebecca te kijken. Daar had ze een knalrood vest aan van deze. Met lange mouwen. En toen dacht ik, ik hou gewoon van die V-hals ook. Ja, dus. Leuk patroon. Heel erg van genoten. En ik heb het volgende nieuwe patroon. Hè, dat witte vestje met dat leeswerk. Dacht ik, die wil ik ook testen. Dat lijkt me echt een fantastisch. Ik heb al lang geen lees meer gebreid. Lijkt me ook een fantastisch vestje voor in de zomer. Zonder V-hals weliswaar. Maar toch, dacht ik, daar ga ik me ook voor opgeven. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat ik het ook mag testbreien. Maar, en dan is het ook niet erg. Maar ik ga wel proberen mee te doen. Ja. Oké. Ik heb nog een ander half afgerond werkje. Een sok. Daar heb ik ook vorige week over dat. Oh, ik heb het trouwens helemaal niet meer verteld. Mijn breiuitje, mijn handwerkuitje was fantastisch. Ja, toen had ik geen honger, want toen heb ik heel veel gegeten. Daar herinnert mijn maag me nu aan. We hebben zo genoten. Het was een heel fijn huisje. Fantastische vrouwen. Heel fijn, heel verbindend. Handwerken en kletsen. 2,5 dag achter elkaar. Ja, meer heeft Sarah niet nodig. Dus dat was heel erg leuk. Ik heb niks gefilmd of gedaan. Ik ben echt geen sociale filmster. Dan vind ik het niet leuk. Als ik met mensen ben, vind ik het niet leuk om te filmen. Of in ieder geval, als ik alleen ben, vind ik het wel leuk. Mijn sok. Vorige week liet ik mijn sok zien en ik vertelde je dat ik een beetje twijfelde over of mijn hart er nu echt een sprongetje van maakte of niet. Maar dat ik had besloten om gewoon die eerste sok maar helemaal af te breien, omdat ik het dan pas echt wist. En ik ben heel blij dat ik dat met mezelf heb afgesproken, want ja, mijn hart maakt hier zeker een sprongetje van. Het is weer voor mij een hele goede les in dat je soms... Het is hetzelfde als met een restjesproject. Soms valt alles in elkaar op het moment dat het project groter wordt. En als je heel erg ingezoomd bent op de details, dan kun je nog wel eens je twijfels hebben. Vind ik dit nou wel echt mooi? Word ik hier nou wel echt blij van? En als het dan af is, dan is het ineens, ja, dit vind ik echt heel fijn. Maar dan moet je dus wel het risico voor nemen dat je er een hoop tijd in stopt, zonder dat je zeker weet of het gaat, of je er blij van gaat worden of niet. En dat heb ik bij deze heel bewust gedaan. Ik dacht van, ik ga hem afbreien. Er bestaat een kans dat ik dan denk van, nee, dit wordt hem toch niet. Maar dan is het ook oké.
Gelukkig pakte het goed uit. Ik had een streng chocoladebruine wol van Atelier Sopra. Heb ik in 2022 gekregen voor mijn verjaardag van mijn kinderen. Echt fantastische kleur en ik hou van chocola. Ik wilde een knusse, lekkere, lange slobbersok. Nou ja, daar heb ik al meer over verteld. Als ze af zijn, ga ik dat nog wel een keer vertellen. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor de verdraaide ribsteak. En ik heb het hele bolletje heb ik opgebreid. En ik kwam precies uit. Dat was altijd fijn. Ik heb echt een heel klein vliedertje over. Want ik dacht wel, oh, moet dat dan met mijn Northeasterly? Maar dan kan ik denk ik wel twee toertjes mee breien. Of ja, en één heen en één terug. En als ik dan van het volgende bolletje ook eentje over heb, komt het wel goed. Even denken. Ik heb de sok aangepast en het is echt precies zoals ik het hebben wil. Zo lekker dat slobberen om je enkels. En het heeft me ook wel weer heel erg doen inzien dat de kracht van eenvoud soms juist echt de kracht van een werkje kan zijn. Maar dat dat ook wel iets saaier kan zijn om te breien. Dan ga je een breiwerk heel anders doen. Dan ga je echt dat repetitieve en dat ritmische ga je heel erg voelen. Want eindeloos dezelfde steek in één kleur. Een stukje van mij vindt daar wel iets van. Maar ik heb het toch gedaan. Toen kwam ik bij het boordje. En toen dacht ik, ja, wat doe ik daar nou mee? Ga ik nou een andere boord doen? Ik had 1x1 verdraaide boordsteek. Dus dat betekent de averechte steek heb ik gewoon gebreid. Zoals ik altijd doe. En de rechte steken heb ik in, de achterste, in het achterste pootje ingestoken. Zodat ze verdraaid erop kwamen. Dat ziet er netter uit dan mijn gewone 1x1 rib. Dat was de voornaamste reden. Het voelt ook echt heel lekker. En ja, het is echt heel fijn. Ik heb ze ook... ik ga nu niet uitgebreid in op alle details. Want ik heb ze ook met een andere naald gebreid. Dat doe ik als ze af zijn. Maar ik wilde even dit randje laten zien. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen. Omdat ik wilde wel een boord. Ik dacht eerst zal ik dan zonder boord breien. Maar ik vond het wel leuk als er iets van een boord in zat. Maar ik heb uiteindelijk gekozen. Volgens mij is dit een soort Latvian braid. Iemand heeft mij ooit een filmpje gestuurd op Instagram. Waarin dit uitgelegd werd met een knalgeel vest. Ik heb het destijds ook gedeeld. Ik heb dat opgeslagen. En ik vind dat heel mooi. Doordat die steekjes dan horizontaal liggen. Geeft dat een heel mooi lijntje. Tussen overgangen tussen bepaalde delen. En er zit heel veel stretch in. Dus dat is ook heel fijn voor een sok. Ik was eerst begonnen met gewoon 1x1 rib. Als boord. Dat vond ik niet mooi. Dus toen ben ik gewoon verder gegaan met de twisted rib. Ik heb ook hier. En dat had ik nog nooit eerder gedaan. Een soon bind-off gedaan. En dat is met name omdat ik dacht. Ja, ik wil dat die rekbaar is. Maar niet slordig en niet te rekbaar. Ik twijfelde even. Ik denk dat het precies goed is. Op het breedste deel van mijn kuiten zit die echt wel strak. Maar ja, ik heb ze nooit zo opgehezen. Als ik hem dan eroverheen trek, zijn echt een soort kniekousen. Dan zit die eigenlijk goed. Dan knelt het niet, maar zit het wel mooi strak. Op het moment dat ik hem losser had gebreid, had hij daar waarschijnlijk een beetje gelubberd. En dan was hij of afgezakt of... Ja, dat was dan niet goed. Dus het is alleen maar even als ik ze echt als kniekousen wil dragen. Wat ik niet vaak zal doen. Alleen als het heel koud is of zo. Het voelt wel strak dan bij mijn kuit. Maar ja, daar hoef je het alleen maar overheen te trekken. Het kan wel. Het past wel. Dan daarna zit hij weer goed. En het fijne is, als hij gewoon om mijn enkel slobbert, dan sluit hij toch nog mooi aan. Je ziet wel dat hij dus wel uitgerekt is met een aantal keer passen. Ja, mijn benen zitten natuurlijk ook niet in. Dat is natuurlijk deze steek. Maar ja, dat is daar ook. Ja. Maar het is. Ik werd er echt heel blij van toen ik hem gisteren aan had. Dus dat was heel erg fijn. Het is ook een heel lekker werkje. Waar ik graag aan werkte. En ja, zo zit. Ja, dit is hoe Sarah het wil. Zo zit hij dan op mijn voet. Ja, ik dacht. Oh, ik wil meer verdraaide ribsokken met een heel lang been. Ik wil die ook in een gaar. Ik heb ook mooie strengen liggen met meerdere kleurtjes. Dat lijkt me ook leuk. Nu vind ik wel donker fijn. Omdat ik ook altijd een donkere maillot draag. Ja, dat vind ik dan vind ik wel fijn. Ik heb ook het liefst donkere beenwarmers. En het liefst ook zwarte schoenen. Ja, dat loopt dat door of zo. Ik weet niet precies hoe ik dat uit moet leggen. Maar dat voelt kloppend. Maar ja, dit is heel fijn. Dus de tweede sok staat op de naalden. Ik ben nog bezig met de teen, maar gisteravond opgezet. En toen was het weer tijd voor andere dingen.
Dus daar, dit wordt mijn onderwegwerkje voorlopig. En ik heb nooit last van het second sock syndrome. Integendeel, ik vind het juist heerlijk dat ik nu precies weet wat ik moet doen. En dat dus. Ik had voor de board trouwens, ik dacht dat ik het ooit ergens had opgeschreven, maar kon het niet terugvinden. Ik had gezien ergens in mijn Revelry aantekeningen dat ik voor een teen 3 gram nodig had. Dus ik dacht, nou dan heb ik voor een board ook 3 gram nodig. Dan kom ik met 3 gram ook wel toe. Ik was eerst van plan om maar 5 toeren te doen. Ik heb er uiteindelijk 9 gedaan. Die 10e die durfde ik niet meer te proberen. Of ik dan met 10, eigenlijk hou ik van ronde aantallen. Stoppen bij 9 toeren, dat is heftig hoor. Maar ik had ook extra garen nodig voor die Soon Bynoff. En ja, ik zag het niet helemaal zitten. En ik denk dat ik er goed aan heb gedaan om het te doen. Normaal gesproken wil ik dan wel eens gewoon het proberen. Maar die Soon Bynoff wilde ik niet proberen en dan uithalen, zeg maar. Het kwam precies uit. Dus, fijn dat het goed uitpakt. Dan, ik heb nog heel veel werkjes op mijn naalden. Ik heb heel veel zin om vrolijke voorjaarswerkjes op te starten. Maar ik wil eerst echt dingen afronden. Ik heb weer heerlijk aan mijn Ultra Cardigan gebreid. Die ligt daar. Die heb ik nu even niet erbij gepakt. Maar die gaat echt aandacht krijgen. En er zijn nog meer werkjes die ik af wil ronden voordat ik aan een nieuw werkje ga beginnen. Nee, dat is niet waar. Ik ga morgen aan een nieuw werkje beginnen. Dat is namelijk deze. Ik weet even niet meer, omdat ik nu zowel filmpjes maak op maandag als op vrijdag voor de leden van mijn YouTube kanaal, die in het besloten stukje. Ik weet soms niet meer wat ik nou in welk filmpje heb verteld. Dus ik zal een korte inleiding doen. Dit gaat over het blauwe konijn. Mijn nichtje wordt eind van de maand 3. En zowel mijn zusje als mijn zwager zeggen dat zij heel vaak droomt over een blauw konijn die ik dan gebreid heb. Dan zegt ze, oh Sarah, blauw konijn gebreid, heel mooi. En dat laten ze mij dan altijd weten. En ik heb nog een heel klein beetje soms het gevoel, ja, ik hou dus niet zo van blauw. Understatement. Nee, ik moet het ook niet overdrijven, maar toch. Soms denk ik wel eens, nemen ze me nou in de maling? Ik hou niet van blauw en ik hou niet van knuffels breien. Dus misschien, ik heb het namelijk mijn nichtje zelf nog nooit horen zeggen. Dus misschien zijn mijn zwager en mijn zusje stiekem aan het gniffelen dat ze denken, ik doe natuurlijk alles voor dat kind. Maar weet het, dat ze kijken hoe ver ze kunnen gaan. Dat ze samen zou het ook lukken om Sarah een blauw konijn te laten breien? Ja, en dan doet Sarah dat gewoon. Want ik heb een zwak voor kinderen. Maar goed, ik ga aan de slag. Ik was vorige week zaterdag was ik heel eventjes op de handwerkdag van Lize van Livia.nl. Zij organiseert regelmatig handwerkdagen. Volgens mij heeft ze ook alweer een nieuwe gepland in april. Check vooral even haar Instagram, daar deelt ze dat, denk ik. En dat is vlakbij waar ik woon. En mijn zoon had de rugbywedstrijd echt nog dichterbij daar. En ik kon niet die hele dag. Maar Lisa had gezegd, je mag ook wel even binnenwippen. En toen heb ik dat gedaan. Vind ik ook altijd best wel spannend als daar heel veel mensen zitten die ik niet ken. En die al de hele dag samen zijn. Maar het was ook echt heel erg leuk. Ik vond het heel leuk om daar... iedereen had zulke mooie dingen aan. Ik heb zulke mooie patronen gezien. En mensen hebben die met mij gedeeld. Of de linkjes zijn daar. Dus echt superleuk. Was ik heel blij mee. Maar wat er ook was, daar waren ook konijnen. Gebreide konijnen. Er was één mevrouw, een Vlaamse dame. En ik heb foto's en filmpjes gemaakt. Die ga ik hier nu ergens inplakken. Nou weet ik niet, maar haar Instagram naam was Vlerna. Ik zal dat hieronder linken. Ik weet niet of dat ook haar voornaam was. Dat ben ik vergeten. Maar zij had een hele mand vol meest fantastische knuffeltjes. Onder andere het patroon wat ik graag voor mijn konijn wil gaan gebruiken. Waarvan ik nu alweer de naam vergeten ben. Ik heb het gekregen van iemand. Je kunt patronen cadeau doen op Revelry. En ik krijg dat regelmatig van mensen die graag mijn filmpjes kijken. En soms zijn het patronen die ik heel graag wil breien. En soms ook niet. Maar daar moest ik in het begin een beetje aan wennen. Dat ik dacht van, oh ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit wel wil maken. Totdat ik dat los kon laten en alleen maar kon denken van, oh wat lief dat iemand dat doet. En ja, dan zit het in mijn bibliotheek en dan is het prima. Dus mocht je, ik krijg al genoeg hoor. Dus, maar mocht je iemand kennen in je omgeving die breidt
en niet weten dat dit een optie is. Als je een patroon cadeau krijgt in je Ravelry inbox, dat is echt zo, daar maakt mijn hart altijd een sprongetje van. Het is altijd heel lief, een leuke verrassing en makkelijk om iemand iets cadeau te doen die bijvoorbeeld niet dichtbij woont, maar met wie je online leuk contact hebt of zo. Dus een tip. En nogmaals, ik heb echt al genoeg gekregen. Dus als je dat leuk vindt om te doen, doe het dan bij iemand anders. Dus ik heb het patroon gekregen en ik ga ermee aan de slag. Ik heb gisteren nog een restje ontdekt. Ik heb al mijn blauw al ontrommeld, zeg maar. Want ik hou niet zo van blauw, dus ik hoef het ook niet te hebben. Maar mijn dochter had nog een soort unicorn-achtig blauw bolletje ledlopie. Nou, en die heeft ze ooit, denk ik, als schoencadeautje gekregen. Ik mag hem gebruiken. Ze ging even twijfelen. Zij wil namelijk zelf ook een konijn breien. Maar ik heb nog allemaal heel veel andere mooie kleuren die zij mooier vindt. En ik eigenlijk ook. Ik vond gisteren toevallig ook nog dit restje. Het is een heel oud restje blauw. Maar ik ga toch voor deze. Omdat ik hou van ledlopie. En het is ook zo. Ledlopie is toch ook wel best wel vergevingsgezind. En ik kan me voorstellen dat ik een vergevingsgezind garen nodig heb. Het patroon wat ik wil maken is namelijk in delen gebreid. Niet in één stuk. Zoals je tegenwoordig ook veel knuffelpatroontjes hebt. Maar ik vond deze gewoon zo ontzettend schattig. Dus ik ga ermee aan de slag. Het zal best een uitdaging worden, maar ik ga morgen beginnen en dat wordt dan mijn werkje voor overdag. Dan moet ik echt even tellen en goed opletten. En misschien maak ik het ingewikkelder dan het is, maar ik hoop dat ik het heel leuk ga vinden. Want het zijn dus konijnen met jurkjes en truien en broekjes en schoentjes. Je kan oneindig los. Ja, als ik dit leuk vind, dan heb ik voor de komende jaren heb ik altijd een leuk cadeautje voor haar om me bij te geven. Dus dat is heel erg leuk. Ik kijk ernaar uit. Ik hou je op de hoogte. Oké, dat was het voor nu. Ik heb lekker veel breitijd de komende week. Dus dat is heel erg fijn. Ik ga heerlijk aan de slag met dat konijn. En in de avonduren ga ik verder met alle werkjes die nog op mijn naalden staan. En daar heb ik ook ontzettend veel zin in. En ondertussen ga ik alvast een beetje dagdromen over welke werkjes ik allemaal op ga zetten als ik dat allemaal klaar heb. Ja, leuk. Ik merk dat het voorjaar kriebelt. Heel langzaam moet ik ook al nagaan denken over het opruimen van mijn warme truien en vesten. Volgens mij doe ik dat meestal zo half eind april. De ledlopie dingen draag ik nooit in de zomer. Daar kan ik er niet zo goed tegen. En ik heb nog een aantal zomerbreisels. Sommige hangen op mijn kledingrek, maar er zijn er ook een aantal die ik nog opgevouwen in een plastic bak op zolder heb staan. Dus dan ga ik dat. Er komt een moment dat ik dat ga wisselen. Dat vind ik altijd best wel een dingetje. Want ondanks dat ik het heerlijk vind dat het lente wordt. Ik hou van die vogeltjes. En voor mij mag het hierbij blijven. Gewoon lekker af en toe een zonnetje erbij, maar niet te warm. Dan is Sarah ook al blij. Ja, misschien nog een heel klein beetje warmer. Dat ik ook gewoon mijn sandalen weer aan kan. Dat vind ik ook wel lekker. Ja, sandalen en een vestje. Als die temperatuur is, dat je wel blote voeten kan, maar ook een vestje nodig hebt, dan ben ik gelukkig. En dan mag de zon best schijnen. maar goed, dan moet ik dat weer wisselen. Dus dan betekent het echt dat de winter echt voorbij is. Ja, ook een ding. Gelukkig gaat de tijd heel snel, dus het is zo weer september. Ja. Oké, ik wil je bedanken voor het kijken. Aanstaande vrijdag maak ik weer een handwerkgeluk filmpje. Mocht je geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap, dan ja, en mocht je daar vragen over hebben, dan hoop ik dat je me weet te vinden. En mocht je niet geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap, ook helemaal prima. Dan zie ik je gewoon volgende week maandag weer. Ik wens je een hele fijne week. Ik hoop dat je lekkere handwerkmomentjes hebt waar je hart een sprongetje van maakt. Ik hoop dat je jezelf genoeg handwerktijd gunt. Zeker als je het heel erg druk hebt, is het denk ik extra belangrijk om daar genoeg tijd voor vrij te maken. Of in ieder geval, het hoeft niet per se handwerken te zijn, maar in ieder geval iets waar je heel erg blij van wordt en waar je batterij lekker van oplaadt. Ik hoop dat je ervan geniet. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!